Mensen, welkom Koen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met mijn Division Rivals prijzen. En ik heb geen idee of waar ik ben geëindigd. Ik stond gisteren in rank 1. Toen ben ik gaan slapen, want het was best wel laat. En hoop ik zit nog steeds in rank 1. Zo niet, ga ik even janken. We gaan natuurlijk de packs doen. Maar ja, dat moet nou eenmaal. Welke rank ben ik geworden? Rank 1. Ja, ja. Lekker. Lekker. Come on. We kunnen gaan voor de untradable. We gaan natuurlijk voor de tradable. We gaan niet voor de coins. Ja, gaat. Pack. Let's go. Gaan we dan. Go. Heerlijk. Rank 1. Division 4 dingen. Lekker zeg, Gerard. Hier zijn je beloningen. 2 15k-packs, 1 50k-pack, 1 55k-pack en 195 champions kwalificatiepunten. Ik heb me al gekwalificeerd voor de Weekend League. Dat is helemaal top. Maar laten we in ieder geval maar even lekker die packjes gaan doen. Ik heb een bronzen beloning. Laat ik die eerst maar even. Want ik krijg er echt eens van dat er al staat. Vind je deze video leuk? Doe zeker een duimpje op deze video. Ben je niet geabonneerd? Dat kan hier beneden. En we gaan wat goed packen. Ik voel het. Ja. We gaan sowieso wat goed packen. Ja. Ja, ja, 50k pack. Ik ga een icon packen, ja. Oeh, 100 coins, lekker. Mensen, ik heb gehoord dat jullie nu allemaal een duimpje mogen op deze video. Dat jij binnenkort ook een icon gaat packen in een van je rewards. Dus doe nu een duimpje omhoog. Dan gaan we de eerste bijzondere pack openen. Gewoon een 50k pack, niet heel bijzonder. Komt de eerste. Geef ons maar gewoon gelijk een walkoutje. Doe maar. Ah, geen walkout. Ja, krijg toch wel een herpes van. Oh, non-rare. Top, Milner. Milner zijn nog best wel wat waard. Aangezien nu die Liverpool SBC er nog net is. Wat voor krijgen 3 Liverpool-spelers. En die Liverpool-spelers zijn allemaal tering veel waard. We krijgen gewoon 3 Liverpool-spelers. What the fuck, dit is zo raar. Die zijn gewoon allemaal geld waard. Die zijn gewoon allemaal 4k. Tering zie ik. Ook 4k, lekker. Nou, dan gewoon listen. Worden toch al verkocht. Gaas, dat is echt lekker. Daar ben ik echt blij mee. Mensen, controleer altijd die spelertjes. Zijn ze iets waard? Ja of nee? Ja, hier 750 coins. Ja, is gewoon lekker. Dat is gewoon een stuk beter. Dat is 2 keer zoveel als 300 coins. Dat is gewoon een duplication glitch voor jezelf. Nou, deze vent speelt niet meer in de BPL, hè? Jawel. Oh, Fulham. Oké, ik weet niet dat Fulham weer terug was in de BPL. Ook vast wel iets waard. Voor de rest, ja, zaad. Als dit ons voorbode is, ja, dan ga ik even janken. Volgende. Let's go. Kom maar. Tweede 15k pack. Weer geen walkout. Oh. Geen borden. Oh, Rafael. Oh, hier word ik echt helemaal niet vrolijk van. Rafael. Slecht. Begovic. Slecht. Kierviek lijkt ja. Slecht. Areola. Oh. Espinoza. Slecht. Ritsla. Slecht. Kurtic. Slecht. Nou, wat lekker zeg. Kijk, je krijgt hier natuurlijk wel veel verschillende kaarten. Dat is wel lekker. Ga je trouwens de Weekend League spelen, mensen. Ik kan zo even een tip geven hoe je veel coins kan verdienen. Speel al je potjes op vrijdag. Verkopen naar je team. Vrijdag gaan die prijzen echt. Je gaat die Weekend League teams maken, jongen. Dat is echt onge. In ieder geval, mega pakket. Let's go. Komt-ie. Mega pakketje. We gaan zien. Walkoutje. Nee, weer geen walkout. Oh mijn god. Met een rare. Geen borden. Oh, wat dramatisch. Oké, wel Lucas. Oké, die is wel oké. Lucas is wel goed. Dat is wel, die is denk ik wel een paar k waard, denk ik. 5k denk ik. Ik gok 5k. Ja, zoiets zal het zijn. 3,5, 4, 5, zoiets. Nou, helemaal niet tevreden mee. Dat absoluut niet. Maar het had ook zeker slechter gekund. En ook Bellotti. Nou, die is echt helemaal niks waard. Nou, 800 coins. Ja, is toch weer een paar coins extra. Als je voor 8,50 verkoopt. Hebben we Langlet. Die is blijkbaar 1100. Ik heb nog nooit van deze gast gehoord. Maar blijkbaar speelt hij bij Barça. Nou, goed gedaan, Langlet. Maar waarom heeft hij geen rood haar hier? Dat vind ik jammer. Dat ik even kunnen kotsen om dat rode haar wat hij heeft. Besef even. What the fuck. 1, 2, 3, 4, 5 van die rare kaartjes. Ja, daar ga je er hard doorheen. Ja, godverdomme. 3 rare. Nou, ik hoef nooit bang te zijn voor blessures in ieder geval. De tering. Hopelijk gaan we nu het goed krijgen. We moeten even een speler krijgen van, ik denk 40k. Dan heb ik mijn pack terugverdiend. Dus 40k moeten we krijgen. Oké, mensen, doe zeker een duimpje omhoog, daar gaan we dan. Let's go, komt-ie, kom maar. Geef een walkout, geef een walkout, geen walkout. Ja, een walkout, let's go, kom. Kom maar, geef wat goed, geef wat goed. Kom op, Spaans. Linksachter, Jordi Alba, lekker, Jordi Alba, die is zeker goed. 87 Jordi Alba, lekker. Oh, dit is lekker, jongen, dit is lekker. Jordi Alba, die is vast wel wat waard, dat kan echt niet anders. Zit nog wat achter, nee, echt helemaal niks. Jordi Alba is 70k. Yes! Ik heb de goede keuze gemaakt door niet voor de coins te gaan, maar voor de techie. 70k, lekker. Oh, heerlijk. Jordi Alba had je helemaal niks mis mee. 70.000 munten. Lekker. Nou, die doen we even aan de transferlijst. De rest nog even checken. Nou ja, jij bent 1100. Kijk, misschien is hij wel 1300. Maar als ik hem voor 1100 verkoop, is dat nog beter dan dat ik hem discard, weet je wel. Zo kijk ik er zo maar naar. Mensen, ik ben echt blij. Jordi Alba, heerlijk pakketje. Je zou je misschien afvragen van, hey Koen, dikke aapel. Oh, hij is veel meer waard dan 850 coins. Hè? Ja, die is echt veel meer waard dan 850 coins. Je vraagt je misschien af, voor wie ben je nu aan het sparen? Ik spaar voor Ronaldo, mensen. Dan moet ik zeggen, het gaat lastig met de 0 coins die ik nu heb. Oké, jongens, ik heb dit nog. En dan ga ik even nog één klein potje spelen met mijn Weekend League team. Ben ik goed dit jaar? Kijk ik vaak van, Koen, ben je goed? Nou, niet echt. Als je ook mijn record ziet, dat is ook niet echt de van het. Meer gewoon een beetje, ja, kak. 36, 25, dat is niet niet echt lekker. Dat betekent dat ik niet eens 15 wins ga halen. En als ik geen 15 wins haal, ja, dat zou echt slecht zijn. Maar jawel, dan loop je 1 op 1 trouwens. Oh, wat fuck. Even deze puntjes opmaken en even een klein potje. Want ik heb ook mijn wissels, hè. En deze wissel moet je overnemen. Deze wissels zijn echt tering goed. Ik heb geen idee hoeveel geld jullie en hoeveel coins jullie hebben. Maar als je gewoon hoog wil komen in de Weekly League, doe gewoon wat ik zeg. Doe wat ik zeg. Oké mensen, ik heb nog even een klein squad build challenge gedaan. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik uiteindelijk mijn team laten zien. Waarmee ik deze week de Weekly League inga. Dit wordt mijn team. Ik heb Dybala gekocht. Mertens heeft een kaartje, want die is geblesseerd. En wat wil ik graag? Ronaldo kopen. Dus ik hoop echt dat ik het goed doe in de Weekend League. Goede packs krijg. En dan die week erna Ronaldo kan kopen. Ik denk het niet. Er zijn mijn wissels. Werner, fuck goede spits. Dozano op rechtsbuiten, want die Cordado kan er echt typisch van. Die is echt fuck slecht, maar je moet er rechtsbuiten hebben. Dus je brengt rond de 60 minuten in. En Kondogbia, deze gast. 4-star skills, linksbeen. Ik breng hem iedere keer van Matuidi. En die stats, holy fuck, die physical ook. Wat een monster is dit. Ongelooflijk. Heerlijk. De stats op mijn Mertens zijn trouwens dit. 56 potjes, 41 goals, 90 assists. Is best wel oké. Op Perisic, 56 wedstrijden, 32 goals, 10 assists. Ook wel oké. Op Dybala, 90 wedstrijden, 18 goals, 11 assists. Ook wel oké. En Cordado is fucking slecht. 55, 15, 19. Nou, dat is ook niet heel slecht. 9 Golan, 56, 8, 7. Ja, leuk. Je kan het een beetje zien en dan kan je denken van, nou leuk, goed Koen. En dan zul je ook vragen, Koen, wat zijn je instructies? Nou... dat is eigenlijk best wel leuk. Ik heb allemaal verdedigers achterin blijven. Ik heb de 2 centimeters achterin blijven. Hij mee naar voren. En wat heb ik eigenlijk bij de aanvallers staan? Het werkt op zich wel goed, maar dus niet goed genoeg. Want ik ben niet heel lekker. Kijk maar even snel. Hop. Hop. Ik vind dit dus wel lekker, maar ja, het kan zijn dat jullie denken van helemaal kut. Ik heb heel veel gewoon normaal blijven staan, hè. Want ik vind heel veel fucking bullshit. In ieder geval, dit wordt dus mijn team. Ik ga proberen in ieder geval voor de 20 wins te gaan. Voor gold 1. Dan zou ik echt wel heel blij zijn dat het me lukt. Ja, of het gaat lukken, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik heb even deze Lucas Moura ding gedaan. Want ik heb gehoord dat die packs wel oké zijn. Ik heb voor elke heb ik ongeveer 10k uitgegeven. Iets minder. Deze had ik 11k volgens mij. Deze 10k. Ik denk dat ik in totaal... rond en nabij de 40k kwijt ben voor deze squadbone challenge. Dus nou, op zich is dat wel te doen. En dan krijg je zo'n Lucas kaart en die is voor mij echt helemaal niks waard. Die vind ik echt tering slecht. Deze was trouwens heel goedkoop. Deze was echt 6k's. Maar ik denk 35k totaal dat ik kwijt ben aan deze squadbone challenge. Je kan hem even pauze zetten op de dingen als je wil zien welke speler ik erin heb. Ja, het kan met elke speler. Die Lucas ga ik toch nooit gebruiken. Oh, we krijgen nu... Oh. Ah, dit is wel cool. Oké, dit vind ik op zich wel tof. Dit duurt wel heel lang dit. Oké, ja, daar komt hij. Yes! Is de walkout. Lucas. Ja, daar komt hij. Oh, wel een lekker dansje hoor. Oh, ja, en de worm. Heerlijk dit. Oh, lekker smikkelen zeg. Nou, oké, prima. Lucas kaartje. Ik denk dat ik het ga gebruiken. Voor mij is het niet goed. Is hij nou wel goed? Laat even achter in de comments. En hebben we dus nog pakjes 4 om precies te zijn. Dus daar ben ik eigenlijk blij mee. Dus laten we even gaan kijken. Prima, goudpakket. Goudspelerspakket. 1 rare. Nou, dat is helemaal niks natuurlijk dit. Hier heb je echt geen ene tyfus aan. De kans dat hier een walkout pack is echt, nou, kleiner dan 0. Wel een rare. Dat is dan wel weer leuk. Oh ja, 1 rare. Holy shit, Koen. Kortsluiting, what the fuck. In ieder geval. Hier ga ik niet zoveel coins uithalen. We hebben hier een zeldzaam goudpakket, een 15k pack en een 25k pack. Laten we beginnen met 15k pack. Laten we hopen dat we nog een klein walkout kunnen packen. Oké, dat was kut. En nu naar de 5, het zijn allebei 50k packs. Oh nee, het is premium. Dit is een 7,5k pack maar dit. Oh mijn god, wat een kut pack joh. Heb ik hier 40k voor uitgegeven? What the fuck, dik verlies. Wie is dit? Oh, Lingard, die is wel goed. Is die iets waar? Is die Lingard iets waar? Die wel 5k of zo? Ja, 5k denk ik. Nou, 4k. Nou, wel lekker. Prima. 5k voor Lingard. Ja, nog steeds echt bij lange na niet dit pack terugverdiend. Maar dat maakt nog steeds niet heel veel uit. Oké, mensen. Laatste packie. Hopelijk gaan we nog even het goed spekken. Kom. Komt hij dan? Oh, walkout. Nee. Oh, helemaal geld verneukt. Oh, niet eens borden. Wie is dit? Oh, Marega. Die heeft 2-star skills. Dit is slecht. Mijn god. Wat een slecht packie, zeg. Mensen, doen niet de Lucas NPC. Hij is echt slecht. In ieder geval, morgen begint voor mij de Weekend League. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik ga de Weekend League spelen, grinden, winnen. 30 wins halen. En dan ben ik terug met rank 1 rewards volgende week. Yes. Want de watchplayer onder 1%. Ik hoop dat deze video leuk vonden mensen. Vond je dit zijn leuk? Vergeet dan zeker niet te liken. Ben je niet geabonneerd op mijn kanaal? Kan dan hier. Wil je nou meer van me zien? Klik dan hier of hier. Hier of hier zo. Ja, echt top. En als je... Oh, kut. Sorry. Als je nou hier klikt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Helemaal top. Mensen, ik hoop dat deze video leuk vonden. Ik zal je weer allemaal weer de volgende keer. Doei. Later.